Shit, vluchteling ontsnapt. Oei, 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 oei. Hij wordt gearresteerd. Ja, daar sta je dan in je boevenpak. Dag 1, griepaanval. Oké. Okay. Ik moet even weer helemaal wennen hoor aan dit. Oh ja, er waren hier allemaal dingen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat de opkomst van tenminste 100 gevallen van een gevaarlijke griepstam alleen mensen die gevaccineerd zijn, mogen het land in. Bovendien moeten minstens 2 weken zijn verstreken sinds de vaccinatie. Oké. Okay. Nou, er is ook iets met een vrachtbrief. Er is wel een smokkelaar die we zoeken met een gedeeltelijk kentekennummer AAF. Goed onthouden, hè? Ik heb jullie nodig. Ik heb jullie nodig. Ja, dit zijn gewoon volgens mij standaard dingen. Oké, okay, laat de eerste maar komen dan. Let's go. Ben je klaar voor, collega? Spannend, hè? Mijn eerste dag weer sinds een jaar. Ja, hallo. Hallo. Komt u verder. Wat? Wat? Kut. Een vluchteling. Wat nu? Wat nu? Ik ben paniek, paniek. Er is nu al iemand gevlucht. Kut, ik had mijn wapen nog niet niks. Waar is mijn wapen? Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Kut. Snel, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik moet hierheen, of niet? Ja, geef me een auto. Komt in orde. Ja, thanks, thanks, thanks. Laat me erin, laat me erin. Deur dicht. Waar is de knop voor aan? Lichten. Shit, vluchteling ontsnapt. Ik zit net. Ik zit net! Ik zit net! Fuck. Kutzooi. Oké. Okay. Goed, ik doe deze gewoon zo ready. Ik heb een beter idee. Nee, ik doe het niet. Ja, nee. Ik wou zeggen, ik zet hem hier zo voor de weg, maar dat kan niet. Had hij een kenteken AAF? Ongelooflijk. Oké. Okay. Wat heb jij een kenteken? Nee, jij bent niet de smokkelaar. Oh, dat is inderdaad... Dat was de smokkelaar, bro. De eerste was meteen de smokkelaar. Goedemorgen, meneer. Mag ik uw document zien? Alles moet in orde zijn. Is dat zo? Bepaal ik wel, gast. Oké, okay, er was een manier hoe je dit kon checken. Je kon hierop drukken, op de naam. En dan kon je op deze naam drukken, volgens mij. Ja, dat klopt. Paspoortnummer, paspoortnummer. Was goed. Geldig tot. Vervaldatum. Fout in vergelijking. Oh. Maak ik de fout in vergelijking? Of... Moet hij hierop? Oh, nee, deze was het. Ja, geldig tot en dan is daar de datum. Oké, okay, gotcha. Dit is dus allemaal in orde. Zijn foto klopt volgens mij ook, want hij is kaal. Ja, ziet er zo uit. Dan gaan we even zijn lading checken. Dan halen we even alles eruit, eerst. Sta alsjeblieft voorzichtig mee om. Ja, dat gaan we doen. En dan kunnen we dat hier, als het goed is, tellen. 4, 8, 12. En nou, hij zei ook volgens mij dat hij de 12 mee had. Ja, hoeveelheid 12. Fairuz Ayat, Fairuz Ayat, Fairuz Ayat. Ja, die naam klopt ook overal op. Gewicht is 4240 kilo. En er was een max voor volgens mij, toch? Was geen max. Heeft hij een vaccinatie gekregen trouwens? Waar kan ik dat zien? Wanneer kan ik het zien dat hij een vaccinatie heeft gekregen? Hoe kan ik dat zien? Er was iets ook met dit logo. Er was iets met dat logo. Even kijken. Er was iets... stempel. Hé, hey, smoel man, smoel. Ik ben even rustig aan het kijken. Ik ben lang geleden, man. Het is lang geleden, man. Maar af, Kees. Haast, zegt hij. Haast. Zoek het uit, gast. Hoe was het ook weer met die stempel? Oh, hier, met die landen. Daar was iets mee. Even kijken welke stempel het is. Deze was het. Ah, dus hij komt op Al-Barak, komt hij. Ja, oké, gotcha. Maar dat maakt volgens mij... Niet zoveel uit. Ik zie hier... Oh, hij heeft hier... Oh, dit is die stempel. Dit is die stempel. Oké, okay, gotcha. Ik snap hem.
Goed, verder moet ik nog even kijken of hij misschien drugs bij zich heeft. Door te scannen met dit licht. En als je dan een soort tekentje ziet staan, dan weet je dat hij een beetje illegaal bezig is geweest. Maar bro, dit ziet er allemaal gewoon goed uit, man. Ja, het ziet er allemaal goed uit. Ja, je mag doorrijden, man. Ik doe maar even inladen. Dus dan moet je met hem praten. En dan zeg je, yo, gooi even alles weer terug. Ja, die laten we open. Mag je lekker zelf doen. En dan zeggen we, meneer, alsjeblieft. Controle voltooid. Stempel erop. Ga met die banaan. Fijne dag. Veel plezier in het land. Next. Oh, de klep staat nog open. Deze chauffeur zou geweigerd moeten worden? Waarom? Gewicht van het voertuig was niet goed. Ik dacht al zoiets. 4240 kilo was hij uit mijn hoofd. Maar ik zie niet meer wanneer... Ik zie niet hoeveel hij ook weer mocht. Hoeveel mocht je? Hoeveel mag je hebben? Wat is het maximum kilo wat je mag hebben? Staat dat ook nog ergens? Is het ook nog ergens te vinden? Oh, dat is mijn diensttelefoon. Goed, geef me even je documenten. Dankjewel, maat. Even checken. Marcel. Dit ziet er goed uit. Marcel, paspoortnummer. Wat is je paspoortnummer? Ik zie je paspoortnummer niet. Oh ja, hier heb je de vaccinatiekaart. Ja, dat is heel cool, maar ik wil die andere even hebben. Deze. Paspoortnummer. Geldig tot. Ook goed. Vaccinatiekaart. 2 weken moest het zijn, hè? Toch? Moet minstens 2 weken verstreken zijn. Als we kijken naar deze vaccinatiekaart. 3 april heeft hij hem gekregen. Het is nu 29. 14 dagen. Dus dat is 17. Dat is goed. Gotcha. Dat is goed. Je bent welkom. Even kijken. Dit was ook goed. Mijn naam was ook goed. Mijn naam is hier ook goed. Kenteken klopt die ook. KVS 340. Ja. Hij heeft 3 bagage bij zich. Even kijken. Ja hoor, dat heeft hij zeker. 1, 2 en 3. Ja. Even checken voor eventuele drugs wat hij bij zich heeft. Denk het niet, hè. Nee, het ziet er wel uit als een hele vriendelijke man. Ik denk niet dat hij iets raars bij zich heeft. Hij zou dat nooit doen, toch? Nee. Zou jij drugs meenemen, gast? Oh. Oké, nou, ik ga toch even kijken. Als je zo raar doet. Nou, ik zie niks raars. Nee. Nee, is goed. Nee, weet je. Misschien hier nog. Nee, man. Ziet er goed uit, gast. Hier heb je document. Je mag door. Goedgekeurd. Oh, de rode knop. Dat was het. Ja. Goeie. Dit was het gewicht. 1220. Oh ja, dan kon je checken of het op die kaart ook klopte. Dat was het, ja. Nou, maar dit hebben we goed gedaan. Hé, hey, kijk eens. Overal vinkies. Lekker man, $120. We hebben alleen nog maar verlies gedraaid trouwens nu dit. Cool. Dag meneer. Hallo. Document alstublieft. Iedereen moet documenten laten zien, meneer. Jij ook. Anton Austirol. Hè? Paspoortnummer even checken. Is goed. Vaccinatiekaart 25 april. Oei. Dat kan niet, hè? 4 dagen geleden. Je moet minstens 2 weken. Dus, wat doen we dan ook alweer? Dan moesten wij klikken op... Dan konden wij een kruisje zetten op een inspectie... Oh, hier. Inspectierapport. Ja, deze. Oh, deze gaat automatisch. Oké, nice. Heeft hij zijn nationaliteit Akaristan? Dat is dat tekentje. Dan moeten we even dubbel checken. Door Akaristan. Dat klopt. Dat is goed. Dat is helemaal... Dat is wauw. Dat is goed, man. Wauw. Dat is goed. Geldig tot. Vervaldatum. Foute vergelijking. Oh. Oh, wacht. Deze moet hier, hè, natuurlijk. Sorry. Vervaldatum van dit is 13 juni. Oh, dat is gewoon goed.
Oké. Dat is... dat hebben we gecheckt. LHM. Is ook goed, LHM. 28,90 kilo. Nee? Uw kilo klopt niet. Of u bent enorm afgevallen. Of u heeft iets gedumpt onderweg. Zeg het maar. Heeft u iets gedumpt onderweg? Stap maar even uit. Ja, stap maar even uit. Want dit klopt niet. Dit knaagt aan alle kanten. We gaan eens even alles uitladen. Verspil mijn tijd. Nee, je verspilt mijn tijd, gast. Want dit is gewoon onzin. Als jij gewoon de juiste kilo's had opgegeven, is er niks aan de hand. Ik ga even je auto onderzoeken. Zit hier wat drugs in? Nee. Ik zie hier geen drugs. Oh. Maak mijn stoelen niet vuil. Hier, dat is pas vuil. Voorlap. Met je stoelen niet vuil, man. Afkeest. Ik bepaal het lekker zelf wel, gast. 1, 2, 3. Ja. Ik heb het juiste lampje al aan, hè? Ja. Dus we zien meteen of er drugs in zit. Nou, ik zie hier helemaal niks. Jij hoort er niet bij, hè? Nee, jij hoort er niet bij. Ik ben niet zeker of je hebt was meegekomen met de rest. Dit even open. Nee, daar zit ook niks in. Volgens mij ben je clean. Behalve je kilo's. Je kilo's kloppen gewoon niet, gast. Wacht, we gooien deze even terug. Geef even al zijn shit terug. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we even die kilo's erop zetten. Inspectierapport. Doen we even de gewicht hier zo. Kruisje. Top. Is er verder nog iets? Denk ik niet, hè? Nee. Lampie doet ook nog. Raampjes ook in orde. Bandjes ook in orde. Bro. Clean as a whistle. Je mag alleen niet door. Want je bent je vaccinatiemeuk. Dat is alles. Controle voltooid. Afgewezen. En nu weer naar huis. Gaan we weer naar huis. Groetjes aan je vrouw, hè? Oh, dat was het. Nou, kijk eens aan. Onze eerste werkdag zit erop. Top. Perfecte inspectie staat er. Helemaal goed. Oké. Okay. Dan kan ik weer rusten in mijn huis. Wat een mooi huis heb ik toch. Hier slaap ik of zo? Nee, waar slaap ik ook alweer? Nee, hier slaap ik. Oké, okay, we hebben niet echt winst gemaakt. Balans van vandaag min 210. Gaan we. Nieuwe dag. Ik heb trouwens ook nog steeds geen gun, hè? Nee. Magazijn heb ik ook niks. Ik kan één iemand arresteren hier. Oké. Okay. Goed. Komt iemand aan. Heb ik nog weer... Oh, ik heb 3 smokkelaars. Jeetje. De gezocht lid van de bende. Schade aan het voertuig, een lekke band. Leeftijd van de chauffeur is 46. En kleur van het voertuig is grijs. Het zijn verschillende. Okay, deze is niet grijs. Okay, even goed in de gaten houden. Niet grijs. Het is wel grijs. Het is een beetje beige. Au. Even geen lekker band. Nee. Oh, oké. Okay. Je hebt meteen dingen bij je. 6 stuks heb ik al gezien. Oké. Okay. Hallo meneer, hallo. Ik was even al aan het kijken. Ja, ik was al aan het kijken. Ik hoop ook dat alles in orde is voor u meneer. Even kijken. 6 bagage, 6 cement. Oh, je hebt hier ook nog. Doe maar even uitladen dan, want dat is even beter om te zien. Hier nog. Oh, hier achter ligt er nog één. Zo. Dit ziet er allemaal goed uit. Wanneer heeft u voor de laatste olie ververst, meneer? Een tijd geleden, denk ik, of niet? Nee, dit ziet er allemaal goed uit. Ik vind de auto ook wel nice, man. Mooie auto, hoor. Mooi gedaan. Goed, we gaan even tellen. Volgens mij klopt het allemaal. Toch even dubbelcheck. 6-6. Ja, dat klopt zeker. De vaccinatie is ook goed. Even kijken, de naam klopt ook. Paspoortnummer, is die akkoord? Die is ook akkoord. Kenteken FCW.
Zag ik dat staan? FCW 5341. JH. Jazeker, 2030 kilo maximaal. Oh, ik moet even alles terugladen. Kunnen we het echte gewicht even checken. Raam en lamp kapot. Goeie, Jessica. Thanks. Thanks, ouwe. 2205. Hij is te zwaar. Dus hij is te zwaar. Gewicht. Verder, deze stempel van waar, welk land die vandaan komt, moet ik ook altijd checken. Dat was... Welk land is dit? Dit is Akaristan. Ja. Die is gewoon goed dus. Even kijken. Kapot raampje hierachter. Dus één kapot raam. Heeft hij nog meer dingen kapot? Oh, kapotte dinges. Hoe noem je dat? Licht. Verder bent u gewoon... Volgens mij bent u niet welkom trouwens. Het spijt me zeer, maar... Volgens mij bent u niet welkom. Hoe lang gaat dit nog duren? Ja, ik ben eruit. Dat is alles. Je bent afgewezen. Ja, sorry. Want je bent te zwaar. Ik weet niet of het aan jou ligt of aan de bagage, maar... Next. Kom maar. Twee spiegels missen. Ja, deze auto heeft geen spiegels. Toch? Kijk. Oh, je hebt gelijk. En een ontbrekende bumper. Oh, had ik ook niet gezien. Alles was goed, behalve die twee spiegels en die bumper dus. Je moet zoveel checken, bro. Zoveel. Hé, man. Dit ziet er wel cool uit. Oh, je wil ruilen. Oké. Okay. Kopen, verkoop. Heb ik het toiletpapier? Ik heb toiletpapier blijkbaar. Oh, oh. Oh, ik heb toiletpapier gekocht. Goed, dat is prima. Dankjewel. Mag ik even de documenten? Goed, wat veel blauw. Vaccinatie. Akkoord. Uitgeef voor Anand. Terzi. En dit is Torzi. Dit is Anandji Terzi. Hier wat anders. En hier Anat Terzi. Op alle dingen heeft hij wat anders neergezet. 15, 20 kilo. Nou, die klopt wel. Een rare guy. Drie bagage. Beetje kunstmest. Prima, joh. Oh, ik zie al drugs. Ja, ik zie drugs. Dat is drugs. Dat is drugs. Oh, daar ook drugs. Meneer, stap maar uit. Ja, stap maar uit. Dat wordt hem niet. Ja. En ik moet ook even dubbel checken, want... Bent u een smokkelaar? Leeftijd 46. Hoe oud bent u? Geboorte dan 1944. Hoe oud is hij dan? Is 35. Oh. Hmm. Nou, heeft hij een lekker band? Hij heeft een lekker band. Aha. Hij heeft een lekker band. Maar ja, meneer, ik ga toch even voor checken. Want volgens mij heeft u hier ook drugs. Hier valt niks te zoeken, zegt hij. Ja, maar dit is toch echt drugs. En ik heb alleen geen mes. Dit is wel kut. Ik heb geen mes. Ik ga even bellen. Ik moet even een mes kopen. Oké, nu zijn er benodigdheden die komen daar aan, volgens mij. Of die zijn nog geactiveerd. Ja, dat is hier. Volgens mij kan ik dan hier een mes kopen. Of had ik het ook in een oud magazijn kunnen halen? Ik weet het niet. Wat was hij doen? Gewoon een simpel mes is genoeg. Doe maar deze keukenmes. Nog een keukenmes. Doe ook maar een schop. Ik weet niet wat ik aan een vork heb, maar goed. Wat nog meer? Koevoet. En een bel. Prima. Dus nu kunnen we als het goed is met ons mes dit opensnijden. En dan zien we hier toch echt. Kijk, verborgen smokkelwaar. Dat is alcohol. Wat heeft u daarop te zeggen, meneer? Kom maar mee.
Ik vind het boeien, hè, maat. Jij wordt gearresteerd. Ja, daar sta je dan in je boevenpak. Daar wordt gearresteerd. Ja, er is nog meer drugs. Want hij had hier ook nog volgens mij drugs in. Ja, hier heeft hij ook nog drugs in. Kijk maar. Ongelooflijk, hè. Hoe dacht je dat ik dat niet zou zien? Wie denk je dat ik ben? En hier ook nog. Oh, je hebt zoveel, maat. Hier had je niks in. Heb je geluk mee. Je had echt veel druk. Oh, en hier? Hoe deed ik dit ook alweer? De koevoet, toch? Ja. Hoppa, kijk. Komt er zo uitvallen. Is er nog meer? Vraag je je dan af. Is er nog meer? Ja hoor, er is nog meer. Ongelooflijk. Deze gozer die heeft één grote drugsbende. Ongelooflijk. Hoeveel alcohol neem je mee, bro? Had je niet aan één flesje gewoon genoeg? Op het dak kan dat ook zitten. Maat. Hete daad. Zal er nog meer zijn? Misschien hier. Oh, wat zit hij dan met zijn... Ik weet niet waarom hij dat doet. Waarom ben jij uit op tekentje? Ah. Cool. Goed, even kijken. Het resultaat. Ik heb twee dingen niet gevonden. Motor en bagageruimte. Arriba! Arriba! Ik heb pech. My bad. Sorry. Oh. Mijn fout, sorry. Oh, zal ik het mensen even wegdoen? Dat is een beetje raar anders, hè? Goedemorgen. Dankjewel voor de documenten. Even kijken. Okropier. Okropier. Lomizé. Dat klopt zeer zeker. Okropier. Okropier. Ja hoor. Je vaccinatie is ook akkoord. Helemaal goed. Je paspoortnummer is ook akkoord, denk ik. Zeker weten. Welkom, welkom. Ik ga even uw bagage checken. Wilt u even het voertuig uit? Dan kan ik even... uw bagage dubbel checken. Dat gaan we even uitladen. Waar heeft u nog meer bagage? Dat was het. Is het alle bagage die u heeft? Meneer? Want ik zie hier staan 221. Dit is toch echt... Dit is toch echt maar één ding. Ik snap het niet. Of mis ik gewoon iets? Nee, ik mis niks. Gozerd. Hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Hoe moeilijk kan het zijn? Heeft u nog meer problemen aan de auto? De auto ziet er verder oké uit. WFD is de kenteken. Kenteken WFD, waar staat dat? Hier, WFD. Die is akkoord. Gewicht 990. Even checken. Arosco Varishu. Motorkap. Ik wil ook nog even checken. Er is geen motorkap volgens mij. Oh jawel. Je hebt gelijk. Daar lag ook nog twee. 221. Nu klopt het. Oké, ik heb niks gezegd, meneer. Meneer, ik heb niks gezegd. U had gewoon kunnen zeggen, hè, de motorkap. Want ik had geen idee. Ik zie een auto en ik denk... achterklep, maar daar zit de motor. En de voorkap... Die lijkt wel of een Lamborghini heeft. Die heeft dat ook. Ongelooflijk. Wat een indrukwekkende auto. Wauw. Doet u niet na. 990 kilo... Dat is helemaal akkoord. Volgens mij hebben we alles gecheckt. Type voertuig klopt ook. Het is een Micros 26D. Het zal wel. Het is een micro, dus het zal wel. Ja, man. Even dubbelchecken met die achtergronddocumenten. Kijken waar die vandaan komt. Welk land. Twee vogeltjes. Ja, is ook gewoon goed. De Verenigde Rally komt hier vandaan. Oké, maat. Hey, ziet er gewoon goed uit. Ik had het niet verwacht, maar het ziet er gewoon goed uit. U bent door. Graag gedaan. Next. Komt u maar door. Moet u een beetje doorrijden? Kijk. U heeft pas een klasse auto, zeg. Kijk nou, perfecte inspectie. Alles perfect gedaan. Applaus voor mezelf. En voor jullie. Goed gedaan. Echt heel chill. Top.
Promota. Dat betekent promotie. Oké, je hebt geen bagage, zeg je. Je kenteken is RIX8275UI. Ui. Oké, uw naam is correct. Uw naam is correct. Uw naam is... Ja, correct. Dat kan ik wel zien. Paspoortnummer is ook goed. Geldig tot. Is ook goed volgens mij. Ja. Vaccinatie is ook goed. Dat is echt meer dan 2 weken. Gaat wel heel langzaam. Ja. Even kijken. Het land waar u vandaan komt... Moet ik wel even checken nog. Want ik herken die stempel niet. Maar dat is deze. Oké, die is wel gewoon goed. Oké. Uw auto is een Varilla 4x4. Nou, dat ziet wel uit als een 4x4. Wat jij? Spiegeltjes in orde. Oh, motorklap gaat via die kant open natuurlijk. Jawel. Ik zie hier geen gekke dingen. Oké. Mag ik even hier kijken? Nee, is ook prima. Hier. Oh, werkt het voorbij. Ja, ja, wacht. Maar laat me dit even finishen dan. Ik ben nog niet helemaal klaar. Hé, hey, het ziet er gewoon goed uit. Het is ook niet één van de smokkelaars wel. Oh, hij is 46. Hoe oud is hij? Leeftijd. Als hij 46 is? Oh, 37. Oké. Okay. Naam is niet correct. Op de rode kaart. Bahiga Yavuz. Jawel. Hier staat Buhiga. Oh, je hebt gelijk. Dit is de rode kaart. Ja. Oh. Goed gezien. Laatste nippertje. Momentje. Op de clutch. Wie zei dat? Pion zei dat. Lekker man. Dat is alles. Je bent afgewezen. Groetjes thuis. Oh, en dat, hoe was het gewicht trouwens? Even snel checken. 1580. Oh, dat was goed. Ja, maat. Het spijt me. Fijn dat de poort weer is gerepareerd van de vorige keer. Ik denk dat hij perfect is. Nee. Achtergronddocumenten, kentekenbewijs. Die klopte ook niet. Of zijn naam en achternaam klopte niet. Ik weet het niet. Deze volgens mij was fout. De achtergronddocumenten. Ja, het zal. Het zal. Jammer. Hier slaap ik. Nou, kop koffie. Staat er nog van vanochtend. Hebben we nu winst gemaakt? Is de grote vraag. We hebben geen winst gemaakt. Weer niet. Oh jawel, we hebben wel winst gemaakt. $177. Dag 3. Maar dag 3 gaan we de volgende keer wel doen.